allemaal, leuk dat je allemaal weer kijken. Naast mij staat een hele grote plant. Een hele grote plant. Want wij gaan vandaag hennep oogsten. Mijn naam is Victor, achter de camera staat Niels. Wat is er wel aangepast in deze combine om hennep te kunnen oogsten? De combine van binnen op zich niet zoveel. Alleen die camper, of het marsvoorzijn stuk, die is daarbij ondergebouwd. Er is een frame onderdoor gekomen. En daar ligt die kooi in. Nou, die F-mast hebben ze erbij opgebouwd. Dat een flyboard eraan kan. Ja. Nou, in die blower erachter met die afzuiging, in die axelpijp, dat is er ook mee aangekomen. Ja. En er zit een axeltrommel in van de John Deere. Ja. En een invoerpakket van een John Deere. Alleen dit is een axeltrommel met één mes. Okay. En een zegenmes. Diep die plant in stukjes van 50 à 60 centimeter. Ja. En die lange stengel die blijft gewoon op de plant liggen, zeg maar. Ja, die liggen, als je in de camera kijkt, kun je zien waar het neer ligt. Je ruikt ook echt sterk, hè? Ja. Die hennep. Ja, daar ben je wel aan, hoor. Ja, dat denk ik wel. We draaien ook twee in Roemenië. Zelfs een soort zelfde combine, alleen deze is op rups en die andere gewoon op wielen. Ja, ja. Wat was de reden dat deze combine wel op rups is? Nou, min of meer om de transportbreedte bij de weg. Oké. Want als je die op wielen hebt, dan ga je al gauw naar 3,80. 3,85, nou, dat is gewoon te breed. Ja. Hier in Nederland in elk geval. Dus daarom hebben ze bewust gekozen voor die rups. Een aparte lospijp hebben jullie erom ontwikkeld? Nou, die zit achter. Nou ja, normaal waar het graan uit de kaf en de stof eruit komt, daar zit hier een afzuiging achter. Met zo'n blower van een afzuigwagen die ze bij de bermen ook wel gebruiken. Okay. Daar is het gras mee opzuigen. Yeah. En die zit hierbij achter en daar hebben ze dus deze pijp erin gemaakt. En dan krijg je dat glas dat over de 7 komt, of dat door de combine komt, dan krijg je in de keeper. Okay. Dat is het doel. Ja, dus dat eigenlijk de toppen van dat... We komen door de doorstrommel heen en dat plaatsen, nou, dat wordt gewoon een stokje, zeg maar, die gaan over de schutters, die vallen ook over op de grond. Ja. Maar dat plaats, alles wat over de 7 gaat, wordt afgezogen. Oké. Okay. Dat is uiteindelijk het materiaal wat je wil hebben, zeg maar? Nou, wat ze graag willen hebben, ja. Nee, de rest blijft op land liggen en, ja. En voor de vezel en het hout. Wat kun je eigenlijk met dat plant doen? Ja, dan gaan ze drogen. En dan bergen ze het hier weer op. En dan daar hebben ze een aparte afzet voor. Dan ook nog mensen die zich zelf afvragen van goh, die staat hier hennep, hoort hier wel te staan? Ja. Die vragen dat krijgt. Nou, er wordt iets, in deze omgeving wordt dat iets minder. Omdat het, nou, je staat jaarlijks staat hier in de buurt gewoon heel veel hennep. Maar als je van een jaar of vijf terug. En dan kon je gewoon zien, daar overal hadden ze ingelopen. Ja. Toch eens te kijken wat het nou allemaal goed kwam. Vond je het ook een hartstikke leuke video? Geef me even een dikke duim en een reactie hieronder. Vergeet van niet te abonneren op ons YouTube kanaal AgriTrader.tv. En vergeet van niet de Facebook pagina van AgriTrader te liken. Ik zou zeggen, tot volgende week. Net een beetje alsof je iemand... Zo'n waaier, alsof je iemand aan het dopen bent ofzo. Bij deze doop ik. Weet ik het wat. Of je een rustgevend beeld zegt. Kun je eigenlijk voorstellen, nu dat je hier gewoon lekker gewoon zo lekker onder ligt met een tuinstoeltje, een biertje erbij. En lekker zo'n wapperend hennepplantje zo in je nek. Is dat het verkeerde hennepplantje? Het verkeerde hennepplantje. Een ander hennepplantje.